Het klimaat verandert en dat raakt ons allemaal. Dat leidt tot allerlei problemen, zoals wateroverlast. Met het programma Water in Balans pakken we waterproblemen gericht aan. Het waterschap werkt daarin samen met de provincie, gemeenten, natuurorganisaties, agrarische organisaties, terreinbeheerders en met inwoners. Kenmerkend voor onze aanpak is de integrale benadering waarbij we aan 6 knoppen draaien. Landelijk, stedelijk, beken en beekdalen, beperken schade aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Om wateroverlast te voorkomen is het nodig om met alle knoppen tegelijk aan de slag te gaan. Voordat we in actie komen willen we scherp in beeld hebben wat het probleem is en hoe we het kunnen oplossen. Dat bepalen we tijdens het verkenningsproces. Inwoners worden daar actief bij betrokken, want zij weten als geen ander wat er speelt in hun eigen omgeving. Het verkenningsproces bestaat uit 5 stappen. Stap 1. Vastleggen van de intenties. Samen met de projectpartners verklaart Waterschap Limburg dat de wateroverlast in een gebied wordt aangepakt. Stap 2. Onderzoek en analyse. We onderzoeken het projectgebied grondig. Daarbij kijken we niet alleen naar knelpunten, maar ook naar kansen om de leefomgeving te verbeteren. We halen input op bij onze projectpartners. Ook gaan we in gesprek met inwoners en ondernemers. Dat doen we zowel in groepsverband tijdens een inwonersavond als individueel, gewoon aan de keukentafel. Stap 3. Voorkeursvariant. Alle input komt samen in een voorkeursvariant. Die wordt uitgewerkt in een kaart met maatregelen. Om die kaart te bespreken met omwonenden organiseren we opnieuw een inwonersavond. Stap 4. Samenwerkingsovereenkomst. Als de aanpak helder is, wordt er een overeenkomst getekend met de partijen die samen de maatregelen gaan uitvoeren. Daarin staat op hoofdlijnen wie wat doet om de wateroverlast te verminderen. Stap 5. Planuitwerking. Alle maatregelen worden opgenomen in een ontwerp en vastgelegd in een plan of vergunning. Dit is de blauwdruk voor de uitvoering. Voor de omgeving, met de omgeving. Dat is de kern van onze aanpak. Dus denk mee, doe mee. Samen brengen we water in balans. Wil je meer weten over hoe wij wateroverlast aanpakken? Bezoek dan waterschaplimburg.nl/waterinbalans.